Rowie? Ja. Aflevering 10. Hartelijk welkom, lieve mensen. Leuk dat je kijkt naar Overleven met Rowie en Vincent. En voor het eerst in deze aflevering hebben wij het intro. Rowie, tel je af? 3, 2, 1. Oh, daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Rowie en Vincent. Zo, en... Oh, ik word gelijk aangevallen. Buiten staat een skelet, Rowie. En Erik is er niet. We zijn met z'n tweetjes vandaag in deze aflevering. Ja. En wat is ons doel? Dat is de farm kijken. Zo. Want we hebben aardig wat worteltjes, zie ik. En het wordt steeds... we gaan steeds meer... oh, kijk nou, joh. We hebben echt veel om te ploegen hier. Fijn, toch? Ja. Ik heb wat cobblestone neergezet. Ik heb trouwens wat zaad nog. Kunnen we nog even plaatsen. Ja, ik hoop. Ik ga even... Maar je kunt beter meer wortels hebben dan meer van dat graan. Want dat graan, dat kost veel meer, weet je wel? Snap je wat ik bedoel? Ja, oké. Okay, maar voor nu? Ja, voor nu is het wel makkelijk, ja. Best. Het liefst dat we dan dadelijk dat zaad omtoveren in wortels. Ik denk dat dat nog beter is, denk je niet? Wat? Hoe wil je dat doen? Nou, als zeg maar de wortels klaar, als dat groter wordt en we hebben geen plek meer... Dan gebruiken we de zaadplek voor de wortels. Oh, ja, ja, ja. Hey. Er zit een logica in, hè? Moeten eerst nog die wortels groeien. Ja, maar misschien dan moeten eerst wel die wortels groeien, natuurlijk. Oh, skeletty. Ik heb trouwens hier boomiews nog twee. Die ga ik even omzetten in boomiew. Dan kunnen we even twee... een worteltje... Oh, ik heb 6 boomiew, joh. Kijk, dan kunnen we even wat sneller laten groeien. En die, en die, ik kreeg... en die, en die... En nog 2 voor die. Zo, kijk. En nou wat meer worteltjes, zo. Dan kunnen we dit wat voller maken, zo. Daar nog worteltjes. Soms komen er 4 uit, hè? Hier, nu komen er 3 uit. Ja, klopt. Er komen er wel meer uit, hè? Ja. Oké, ik heb nou wat voller gemaakt hier. Even kijken of dat er... Hebben we nog cobblestone? Ja, we hebben nog cobblestone. Dan gebruik ik hier een gangpad, zo. En dat gaat daar naartoe. Oh. Oh, iemand heeft al kippen. Oké. Okay. Kippen okay. Echt waar? Volgens mij wel. Niet? Er lag een gebraden kip in de Oh, chest. Ja, die heb ik vermoord. Die liep weg. Wacht, mag ik eitjes pakken? Pak jij de eieren? Jij mag ze pakken. Hallo, schatjes. En we hebben een nieuwe inwoonster. Of inwoner. Ik heb niet gezien of die een ding heeft. Een uier heeft hij. Ik weet niet. Oké. Okay. Nou, ik heb 2 eieren. Ze hebben niet echt het best gedaan. Oh, ja. Er komt er een uit. Een kleintje. Ja. Zo, kijk op die snavel. Ja, maar ik heb geen zaad. Ga eens aan de kant. Zo. Ik was nog sowieso bezig met de kelder. Dat is van het minen, zeg ik. Wat zeg je? Je moet gaan minen. En dan? Zo, wat zonnebloemen heb ik neergezet. Zonnebloemen? Ja, kijk maar. Oh, cute. Ik heb hier wat zaad. Ik heb 2 zaadjes, maar ik heb niet zoveel zaadjes. Oh ja, ik heb ook zaad. Ik denk dat ik even wat gras ga plukken. Groeit het gras weer automatisch aan of niet? Nee. Wel met boomwiel. Zo, ik heb ook nog 2 gegeven. Oké, ik ga nog even wat zaad plukken. Ik ga denk ik wat minen. Ja, ik moet ook nog even wat gaan minen. Ja, kom je met me mee. Maar dan moeten we eventjes, cobblestone, moeten we eventjes heel veel dingen maken. Dus gereedschaps. Pickaxe en zo. Denk je? Oh ja. Ja. Zo, even wat. Ik heb wat zaadjes nu. Zo. We kunnen sowieso nog heel groot gaan uitbreiden. Want ik vind het huis. Moeten we echt met details nog gaan maken, denk ik. Nu is het zo heel erg houterig. Ja, misschien kunnen we hem laten. Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Maar dat wordt wel gaaf, joh. Hoe we dit gaan omtoveren. Ik vind het sowieso al een prachtig huis. Oh ja, ik was nog bezig met de kelder, hè? Gewonnen, toch? Nou ja, ik heb hier een kelder, maar hier wou ik ook gaan minen. Want dit is juist fijn als we hier een mijn gaan maken, Rowie. Maar dan moet je waar? Even... ja, zeg maar, moet je maar even naar voor het huis komen. Dan haal ik even een pickaxes. Ja, loop maar daar. Ja, die liggen in de chest. Ja, en dan die deur door. En dan wil ik daar mooi maken. Dus dan wil ik een hele trap gaan maken naar beneden, helemaal de mijn in. Lijkt je dat een leuk idee? Ja. Dan ga ik even wat pickaxes maken. Ik vind het zo mooi, de omgeving daar. Ik vind het zo mooi dat je daar dat we een eigen ingang hebben voor dat. Ik heb al heel veel hout. Die heb ik expres gehaald. Ik maak wat stairs. Is dat goed? Oké.
Zo. Ja, jongens en meisjes, ik ga vanmiddag naar de film. Maar eerder dat jullie dit zien, is het al veel eerder geweest dat ik naar de film ben geweest. Ik ga naar de Lego Movie en ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Hij heeft heel goed gescoord. Heb je dat gezien, Robby? Ik hoop niet dat ik je jaloers maak. Nee. Nee, dat is gewoon niet. Oké, ik maak... Ik zal wel zeggen hoe goed de film was. Oké, ik maak een paar pickaxes. Zal ik er 5 maken? Voor jou ook een paar? 6 of zo? Nee. Ik heb al heel veel gemaakt. Oké. Want heel veel cobblestone gaan we dadelijk krijgen. Dus dat is echt wel van belang dat we dit... En ik zo die sticks doe ik wel eventjes in het hout. Kijk, hier hebben we hout natuurlijk. Houtopslag is dit. Daar doe ik ook de sticks in. Hier komt al het wood in. Heb ik al een sign nog? Dan maak ik daar even zeggen wood. Zo. Wood. En hier zouden we de carpets in doen. Oh, we hebben nieuwe kleurtjes. Oranje. Ja, die heeft Erik gemaakt, toch? Oh, wauw. Daar ga ik een paar van stelen. Zo. Zo, ik heb wel wat kleuren aangepast. Ik kom er zo aan. Ik ga even mijn dingen legen. Ik heb nog een chest namelijk. Die ga ik denk bij Erik even boven zetten. Oh, hij heeft dan een chest hier naar zijn kamer. Oh, ja, hij is gelokt met een magical spel. Dat is niet fijn. Ik dacht dat hij hem had toegevoegd als vriend. Nou, dat is jammer dan. Maar misschien. Zeg je? Hij jou. Hij mij niet. Voor mij wel. Hij als zou mij wel toevoegen. Nou, hier maken we de cobblestone, maar er zit carpet in. Dus dat kunnen we al niet doen. Hebben we een cobblestone? Nee. Wel dirt. Moet ik nou serieus nog eentje maken? Oké. Ik maak nog een chest. Oh, dat moet natuurlijk niet van hout. Dat moet van hout bedoel ik. Ik zat met cobblestone, zat ik, Roy. Slim, hè? Ja, best wel. Sorry. Oké, waar zou ik de chest plaatsen? We hebben nog ergens plek ergens. Even kijken. Hier zit dit allemaal vol namelijk. Maar je kan er 2 boven elkaar stapelen. Dat weet ik wel. Ik doe hier wel even de cobblestone in. Maak maar even snel een sign, jongens. Want dan moeten we het ook mooi maken, hè. Zo. Zo. Dan hebben we 3 signs. En dan plaats ik hier de signs. Ik heb nog een broodje mee. En zet ik cobblestone. Zo, dat is de cobblestone chest. En hier, wat zit daarin? Dirt. Dirt chest. Zo, we gaan het later pas helemaal mooi rangschikken. Dus wees niet bang van, oh, dat ziet er niet uit. Zo, ik haal even de dingen eruit. Ik zet bij de etenswaren zet ik ook de zombie flash, hoor. Die doe ik er ook bij. En ik neem wel een paar broodjes mee. En dan doe ik eventjes dit nog weghalen, zo. Oké, ik had nog wat bone meal. Dus ik weet dat als je dit doet... Oké, nu heb ik wat bone meal. Ik ga voor bone meal plaatsen, Roy. Op de... Zo. Nee. Ja, maar bone meal, dan moet je plaatsen af en toe op de worteltjes. Ik kan ook gewoon wachten. Ja, maar dan kan ik er vast uit laten groeien. Dan gaat het nog sneller. Ik heb geen geduld. Nee, dat... Sst. Dat weten we. Zo. En nu kan ik een hele strook aan worteltjes doen. Zo. Ik neem een paar mee, hoor. Zo. Kom eraan. Oh my god, het is Erik. Wat is er? Een Erik. Ja, ik hoor het. Ja, ik hoor het. Zit het onder ons? Ik denk wel wat. Nee, het zit boven. Gewoon op ons pad. Oké. Ik hoor hem ook, ja. Waar ben jij dan nu? Gewoon buiten. Oké. Ik drop even wat zooi. Wat ik niet nodig heb. Bloemetjes. Want ja, wie weet dat ik het dadelijk verlies in de grot. Dat ik dingen daar kwijt ben. Dat willen we ook niet hebben. Verder, en het wordt donker, dus we kunnen beter gewoon naar beneden gaan. Waardevolle spulletjes, doe ik de emmer bij. Wood gaat in die. Ik heb trappetjes bij me. Ik doe een paar pickaxes, laat ik hier. Zo. Ik neem er een paar mee. Ik neem er 5 mee. En ik doe ook nog een chest daarbij. Ik heb ook cobblestone nog. Cobblestone plates, maar die bewaar ik ook nog. Oké, en ik eet nog wat. Oké, gaan we, Roy? Gaan we mijnen? Ja, wacht. Ik wacht op jou dadelijk, bij de ingang. Neem je toortjes mee? Ik heb geen toortjes. Heb je toortjes? Ja, ik kan even maken. Oké, tof. Want de kool moeten we ook nog even mijnen. Zo. We hebben nog hoop te doen. Oh, ik heb al genoeg kool. Oh, tof.
Even kijken hoor. Kan je een ding meenemen? Oh, heb ik hem? Laat maar, ik heb hem al. Zo. Oh, thanks. Gaan we hier naar beneden doen, ja? Ja. Ja, tof. Ik heb genoeg sterren bij me, dus we kunnen het heel mooi gaan maken. Oké. Ik hoop het voor je. Ja, tuurlijk wel. Uh-huh. Je wilt één recht pad doen, ja? Of wil je dat we scheiden dadelijk? Misschien als we helemaal beneden zijn. Ik heb geen zwaard. Kan... Oké. Okay. Ja, dat is wel een beetje link. Want, Woede of een stone sword? Nee, ook niet. Oké. Okay. Maar ik kan die wel maken op zich, als we daar een crafting table maken. Ik heb wat dingen bij me. Wat sorry. Oh, het wordt nou een beetje creepy donker al daar, Roy. Nee? En ik hoor echt heel veel monsters, ik weet niet... Ja, ik weet niet, ik denk dat hier wel een god ergens is. Ik denk het wel, ja. Oh. Ze zoeken naar wraak, Roy. Ga niet in me staan! Oh, sorry. God. Jeetje. Oh, sorry. Echt zo. Ah. Ik doe de linkerkant, jij doet de rechterkant. Okay. Kijk, dit is teamwork, jongen. Hoor die zombies, er zit echt wat in de buurt hoor. Hebben we geen minimap of zo? Ik zet de brightness ook wat omhoog. Zo. Helemaal bright, dan zien jullie ook nog een beetje meer. Zo, kijk eens wat helder joh. Het beeld wordt gelijk een stuk helderder. Hoe diep gaan we eigenlijk? We moeten toch min... wat was voor gold ook weer? Voor diamond? Ja, min... min 17? Min 12? Min 11? We zitten nou op... even kijken. We moeten wel... Ja, je moet wel in de grond in, maar het was... Oh! Het ging wat kapot, hoorde ik. Ja, maar ik heb genoeg mee. Dat is mooi. Erg grap. Zo. Ja, die stof die hier loopt. Allemaal stof hier in die mijn. En bizar, joh. Hey, we moeten wel... Waar? Onder je. Kool, je dood, kool, je dood, kool. Oh, lekker kool, jongens. Hoop kool hier, hoor. Ik neem het gelijk allemaal mee. Kool vind je echt... Ja, dat vind je al snel, ja, dat klopt. Heel veel. Maar dat hebben we ook nodig voor onze oventjes. Je kan toch ook van die wortel, kan je toch ook taart maken, of niet? Nee, van pumpkin. Waar haal je dat nou weer? Pumpkin pie. Weet je niet, er staat er een voor ons huis. Oh ja, kun je die planten dan? Je kunt er wel zaad uit halen. En dan kun je dat zaad pumpkin planten seeds. Voor meer pumpkins, ja. Pumpkin seed, dat is ook wel handig, ja. Misschien moeten we dat doen, maar dan is ons apie weg. Maar dan hebben we wel meer apies. Oh, je moet er niet echt al te diep gaan, denk ik, want... nou ja, we moeten een bepaalde aantal halen voor die... Kan je niet even op internet kijken? Wat was die diamond voor die gold? Nee, dat is op opname. Oh ja, dat is op je opname, ja. Maar we moeten voor mij... Volgens mij is gold min... Maar nu zitten we op min 784, dus dat snap ik even niet. Volgens mij de i moet op... Op 11 of zo. Zoiets was het. Op 11. Ja. 16. 16, dat zou ook nog wel kunnen, ja. Ik weet het echt niet meer. Oh, mijn... Ja, mijn dingen zijn op. Mijn sters. Je zei dat je er nog mee had. Ja, 52. Moet ik kijken hoe superveel ik heb geplaatst hier. Ik weet wel dat er nog wat... chest. Van kobbel. Stairs. Nee joh, we doen gewoon wood. Ziet er veel mooier uit joh. We hebben nog één stack wood, dus dat gaat nog wel. Dan moet ik weer gaan wood gaan hakken. Eén stack, daar haal je niet veel stairs uit hoor. Weet ik. Ik heb er nou 40, op zich wel aardig weer. Ik kan even al het wood even opmaken. Oh, er liggen nog 11 stairs in, mooi. Wie hebben al bewaard heeft wat hè, dat is zo fijn hè. Zo, ik kan nog 2 wood over.
Nou, dat is niet zoveel. Nee, liefst had Erik even binnenkort even voor die woed. Zo, Erik, ja, ja. Ga maar eventjes... Woed halen. Ja. Ja, blijf toch ook woed, hè? Uh-huh. Oh, expect some lag. Hij is aan het opslaan. Oh, ik ga even de eieren... Oh, jeetje! Wow! Het lekte zo hard dat die kip ineens keihard wegschoot. Zo! No. Ik pak even de eieren. Eieren, kan je die koken trouwens in de oven? Nee. Kun je een omeletje maken, dat is jammer. Nee, dat gaat niet. Beetje jammer meer. Weg meiden. Nog een ei? Oké, ik zal... Jammer meiden, niet goed je best gaan. Zombie! Zombie! Ik dacht, je gaat me nooit aanvallen. Maar hij gaat me aanvallen. Weg. Oh, en de kip zit hier beneden. Nice. Snel zaad pakken. Zaad, zaad, zaad. Ja, kom maar zaad. Hallo meid, waar ben je? Zo, nog even extra zaadje. Geef ik hem, alsjeblieft. Kom maar. Wacht even. Oh ja, dit was makkelijk zo. Kom maar. Ja, kom maar, kom maar. Oh, die zombie gaat er overheen. Zombie in het kiphok. En een kleine zombie. Nee, een grote zombie. Jee, wat een hoop zombies, Roy. Ga maar weg. Stomme zombie. Zo. Hij is weg. Nestle. Zit er nu op Oh, ik heb nog maar één zaad, meiden. Helaas. Jullie moeten gaan delen. Deel maar. Met elkaar. Oh. Zo, alsjeblieft, vecht het uit. Kun je nog wat pickaxes meenemen? Ja hoor, ik heb sowieso een paar op voorraad al. Oh ja, ik heb er maar 3 mee, maar die zijn al bijna Oh, wat heb je een hoop toortjes geplaatst hier, zeg. Hey! Iron. Oh ja? Ja, hier zo. Oh, nice. Ook al iron. Dat is wel 5 blokjes of zo. Zeg, we maken hier zo'n lange gang. Maak het gelijk weer dicht hoor. Dat blijft wat mooier. Hoe laag zit je nu? 16? 15? Oké, dat is goed. Ja, voor mij is dat wel goed. Als we ongeveer die richting kijken. Als zeg je, vraag het even in chat. Hoeveel is die, ja? Plaats ik even de mooie sters. Oh, we hebben nog zat over. Ik ben benieuwd hoe diep dit gaat. Dan hoor ik jou al dichtbij, maar Roy. 13 tot 5. Oh, 13. Nog iets naar beneden. Oh, jeetje. Okay. Oh. En meest bij lava. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Dat weet ik. Ja. Oh, je moest een pickaxe, hè? Hier. Ja, heel graag. Zo. Half kapot. Gaat goed hoor, ja, het gaat half. Ja, die heb ik gebruikt, maar je krijgt altijd de tweedehands spullen van mij, hè? Dat weet ik. Het is wel een houten spatel. Ja, echt ondankbaar. Het ding heeft hem gebruikt. Oké, okay, we zitten nu op 14. Met 3 hits op. Wat zei die ook weer? 13 tot en met 5. Oké, okay, dus we zitten bijna bij 13. We kunnen beter vanaf 13 naar onder graven, denk ik. Of in het midden een beetje. We zitten nu bij 12, 11. Zo, ik heb een torchje. Kunnen we zo'n lange gang maken? Stomme gravel, jongen. Echt, daar heb ik echt een scheidhekel aan de gravel, weet je dat? Oh, ik hoor lava, hoor je het? Echt? Ja, hoor je het niet? Wacht. Nee, nog niet. Hoor je het? Ik zet even een geluid harder. Je hoort ik hoor de lava in ieder geval, dus vertrouw erop. We zitten nu dichtbij. Ga eens weg. Oké. Hoor je het, hoor je het? Ja, ik hoor het. Blobbelen. Oh, ik hoor het. We zitten nou dichtbij. Maar we hebben ook geen minimap, want dan zie je namelijk erop van waar de lava zit. Maar dat is eigenlijk cheat, hè? Vind ik. Ja. Dat doen we niet. Gewoon eerlijk spelen. Zie je dat op de minimap? Ja, op de minimap zie je dat. Oké, Ro, ik heb geen sters meer. Ja, nog 1. Oké, ik kan niet lager meer. Dus we moeten eigenlijk even hier stoppen dan. Dit is al op 8, op 6 dit al, hè? Nu zitten we al te laag. Maar ik weet toch zo gang. Nee, maar nu zitten we te laag, Ro. Stop eens, stop eens. Wat? Stop eens. Stop één eens op. Ja? Oké, okay, dit is... We zitten nu namelijk op 8 en ze zeiden... Tussen
13 en 5. Ja, dus dat kunnen we, dit is het midden, dus we kunnen beter hier een beetje graven. Dan kan je altijd zeggen, ik ga naar boven. Maak dan zo lange gangen. Ja. Ga jij aan die kant beginnen? Ja. Oké. Nee! Wat is er? Ga aan één kant beginnen. Ja. Wat doe je nou? Dit kost allemaal meer tijd. Aap? Ja, nee. Nee, het was maar een geintje. Kan er ook weer niet tegen, daar blijft ook weer een vrouw jij. Hé, maar kijk uit voor die lava, hè? Want elk moment kunnen wij in het lava vallen, hè? Ja, jij wel. Dames en heren, ja. Nou, mag leiden jij erin wel. Oh. Nee hoor. Nou jongens, dames en heren, dit was weer een volle aflevering van de Survival Overleven met Vincent en Roy. Roy en Vincent, excuus. En ja, dan gaan we volgende aflevering kijken of we wel weer iets kunnen minen. Want het is ook belangrijk. Je heet niet voor niets Minecraft natuurlijk, toch Roy? Ja. Oké, dames en heren, tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Doei. Ik heb kool! Jee! Yeah. Kool is goed voor je, hè? Ja, je kan het opeten, maar dan krijg je hele zwarte tanden van, wist je dat? Oh, dat is echt zo.